Dit is de Michelin Easy Grip. Die is zowel voor de personenauto's als voor de 4x4's. En de ANWB heeft hem namelijk getest als allerbeste textielketting. Nou, Easy Ketting, dat is het zeker. Nou, de gebruiksaanwijzing, nou, die ga je natuurlijk niet in de storm, 's avonds in de sneeuw bekijken. Doe dat altijd even thuis voordat je naar de sneeuw gaat. Zelf eventjes een keertje omheen leggen. De textielketting. Vouw je even helemaal uit. Dan zetten we aan de bovenkant de zwarte strip. Dan vouwen we hem eromheen. Hij is een beetje elastisch, dus je moet wel eventjes een beetje kracht zetten. Het is echt een elastische ketting. Dan vouw je hem er zo ver mogelijk omheen. Heb je wel een beetje kracht voor nodig, omdat hij natuurlijk best wel strak elastiek is. Dan rijden we een halve meter en dan heb je echt een makkelijke vervanging van de sneeuwketting. Ho! Oh. We hebben een halve metertje gereden. Leggen we hem er even verder eromheen. Hoppatee. Dat gaat niet heel makkelijk, maar als hij eenmaal zit, dan is het wel een ontzettend goede sneeuwketting. Nog even een paar belangrijke tips van sneeuwkettingen.com. Oefen eerst thuis eventjes voordat je op vakantie gaat. Doe dat even 1-2 keer. Leg eventjes die sneeuwketting eromheen. Zodat je het in ieder geval al een keer geoefend hebt. Dat je niet ergens langs de weg in het donker staat te wurmen om dat ding eromheen te leggen met de gebruiksaanwijzing. Zorg ook dat je altijd eventjes dunne handschoenen bij de hand hebt. Dat je niet met van die koude klauwen die metalen sneeuwkettingen eromheen aan het leggen bent. En nog een bruikbare tip is natuurlijk als je langs de weg staat. Daar in die nattige bende. Pak even je vloermat. Leg die ook eventjes neer en heb je in ieder geval geen koude of natte knieën. Ja, vergeet ook niet eventjes een zaklantaarn bij de hand te hebben. Want als je daar ergens in een donker dal die sneeuwketting eromheen aan het wurmen bent, ja, dat gaat natuurlijk niet. Ja, en een hele belangrijke voor de veiligheid, zet je auto op tijd aan de kant. Natuurlijk niet op het moment dat je vast komt te zitten, want dan sta je natuurlijk ergens ontzettend gevaarlijk midden op de weg. Doe het gewoon op tijd, zoek een parkeerplaats op. Ja, sneeuwkettingen worden geleverd per set van 2, dus doe dat op de aangedreven wielen. Heb je een voorwielaandrijver, leg je hem om de voorwielen. Heb je een achterwiel aangedreven auto, leg je hem om de achterwielen. Ja, en heb je een vierwiel aangedreven auto, ga je de bergen in, dan zet je ze op de achterwielen. Ga je de bergen uit, zet je ze op de voorwielen. Oh ja, en dan voor mij toch echt wel een hele moeilijke. Rij met sneeuwkettingen niet harder dan 50 km per uur. Ja, en als je de sneeuwketting eromheen hebt gelegd, rij eventjes 100 meter en check even of die er goed op zit. Kan je hem ook nog eventjes bijstellen. Leg je sneeuwkettingen bovenop de bagage, want als het ergens onderop ligt, nou, dan hoef ik je de ellende natuurlijk niet uit te leggen daar langs de weg. Oh ja, en dan echt de allerlaatste tip. Wil je jaren gebruik maken van je sneeuwketting? Bij het opbergen, als je thuis komt, spoel hem even af met lauw water. Hang hem dan even te drogen. En als je hem dan opbergt, dan wordt het niet één bonk roest als je hem een jaar later weer wil gebruiken.